Oké, we gaan verder waar we de vorige keer gebleven waren met de Lightroom-informatie. Dus we hadden de library-tab, de catalogus. Hierbovenaan heb je de tabs, die hadden we besproken. En we hebben daaruit een foto geselecteerd, namelijk deze. En we zijn met de D-toets zijn we naar de Develop-tab gegaan. Hier van boven kun je die Develop-tab zien staan. Waar we nu onze afbeelding gaan bewerken. Dus laat ons die tab even weghalen al direct. Deze mag ook weg. Die ga ik even behouden hier links, want die gaan we gebruiken. En persoonlijk hou ik ook graag, ik heb voldoende schermoppervlak. Ik hou zelf graag die filmpjes, die negatieven hier, die reeks hou ik hier graag zichtbaar. Zodat ik gemakkelijk naar een overzicht heb van de foto's die ik moet bewerken. Ik zit nu op de eerste foto hier met de pijltjes tussen links en rechts. Kan ik naar de volgende foto gaan. De volgende en dan kan ik ook mee terug gaan. Ik heb hier een filter aangezet. Hier zie je die filter. Dus daarmee voorzie ik dat ik enkel de gevlagde foto's weergeef. Ik kan die ook op enkel de foto's met een aantal sterren en dergelijke meer. Ik had die ook op een andere manier kunnen filteren. Ik gebruik het vlaggetje graag. Dan hier links van boven hebben we die informatie. De informatie rond onze foto. Als je de i-toets gebruikt, dan kun je gemakkelijk toggelen wat de informatie. Dus nu heb ik die informatie afgezet. Dit is de informatie rond opname en de grootte van het bestand. Vind ik op zich niet zo interessant. De volgende, de twee keer op de i, geeft ons de sluitertijd, de ISO-waarde en diafragma. Dus de belichtingsinformatie en ook de lensinformatie. Van deze afbeelding vind ik persoonlijk veel interessanter. Ik heb deze tab hier weggedaan. Laat me die even terugplaatsen. Dit is dus een volledige afbeelding. Als ik hier die 1 op 1 om details te bekijken bijvoorbeeld, dan zie ik hier nog altijd in die preview mijn volledige afbeelding met de Z-toets kan ik toggelen tussen 1 op 1 en de volledige afbeelding. Als ik die op 1 op 1 heb, dan kan ik hier dus hier mijn kadertje gaan verplaatsen om verschillende delen van de foto te gaan bekijken. Je ziet als de foto zo die wazige delen, dat zijn stukken van de foto die nog niet gerenderd zijn. En dan moet je even wachten. Gun je computer wat tijd om die details ook te renderen. Kijk, je ziet het opnieuw. Die informatie komt wat later. Voor de liefhebbers, een Ducati Diavel, denk ik. Een special edition of iets, of een custom versie ervan. Nu, in de develop tab, wat willen we daar doen? De history tab is ook, dus ja, laten we hier nu even deze tab verder bespreken. Ik kan onmogelijk alles bespreken. Ik bespreek de dingen die ik zelf persoonlijk heel vaak gebruik. Die presets gebruik ik bijna nooit, snapshots gebruik ik ook bijna nooit. De history daarentegen is wel interessant. Dan zie je wat ik allemaal met deze afbeelding al gedaan heb. En dan kan je hier naar moment van import, wat deze foto is. En dan zie je hier stukken die overbelicht zijn. Ben ik volledig teruggegaan in mijn historiek. Dit is de foto die ik uiteindelijk op Facebook en dergelijke meer dan Flickr ook gezet heb. Met de Y-toets. Dus eigenlijk elke bewerking die je doet, kan je hier ongedaan maken of in de historiek gaan bekijken. Als je de Y-toets gebruikt in de develop-modus, kun je de Y gebruiken. En dan zie je de foto zoals die was bij het moment van opname. Dus hier links heb ik hoe ik de foto opgenomen heb en geïmporteerd heb. Nu, dit is wel een RAW, dus een RAF is een Fujifilm RAW een negatief. Had ik daar in camera een JPEG van gemaakt, dan was die op zich al er een pak beter uitgekomen dan hoe die daar nu weergegeven wordt. Ik heb die na wat bewerking, is dit eruit gekomen. Dus ik heb vooral die witte accenten hier wat weggehaald, wat naar beneden getrokken. Wat verscherping en dergelijke meer en de belichting hier en daar wat geoptimaliseerd. Nu, dit voor- en nabeeld doe je dus met de Y-toets. Als we het hebben over de bewerking van een foto, de develop-modus, dan zitten we vooral hier. En rechts in beeld hebben we die verschillende opties. Ik zal die even allemaal dichtklappen. We hebben hier van boven
een aantal opties. Dat zal ik de voornaamste uithalen. En we hebben hier een aantal tabs. Die tabs kun je openklikken. De basic is op zich. Daar ga je de belichting aan goed zetten. En dan zie je als ik hier nu bijvoorbeeld. Als ik hier op auto klik. Dan gaat hij zelf zijn best doen om de belichting goed te zetten. Nu, je ziet dat is niet optimaal. Die doet gewoon zijn best. Dat is ongeveer wat er zou uitkomen zijn als JPEG, denk ik. In de camera zit ook als je een processor die ook, zoals hier, zijn best doet om daar een interessant beeld uit te halen. Nu, en dan zie je hier de sliders. En die sliders, ja, de witbalans, persoonlijk, in mijn geval is de witbalans zo goed als altijd correct. Je kan hier gaan instellen dat je naar een bepaalde wit een kleurwaarde, een preset gaan kiezen. Of je kan hier met die toggles, met die sliders hier zelf gaan fine-tunen. Nu, laten we naar exposure gaan. Dus exposure is uw belichting. Ik kan dus hier aan die slider kan ik hier trekken en duwen zoveel als ik wil. Als ik daarop dubbelklik, stel dat ik die volledig dicht zet. Als ik daarop dubbelklik, gaat hij naar de... Als ik die volledig openzet en dubbelklikken op de naam. Hier. Dan gaat hij terug naar de nulwaarde, naar de standaardwaarde. Nu, automatisch had hij al... De autostand had hij al naar plus 40 gezet, geloof ik. Je kan ook, je ziet dat dit nu, exposure is nu geselecteerd. Als ik nu de up en down toetsen gebruik, dan gaat hij in stappen van 10 de belichting gaan aanpassen. Dat is hetgeen wat ik zelf persoonlijk het meest gebruik. Dus laten we ons hier nu naar die plus 40 gaan. Als ik dan naar contrast ga en ik gebruik terug die down key, dan kan ik contrast naar beneden halen. Dan zie je een platte foto. Of contrast naar boven halen, zie je een... Heel scherp contrasterende foto, dat heeft nog wel iets in dit geval. En dus dubbelklik op contrast, reset de waarde. Nu, in dit geval mocht er wel iets bij. Dus laat ons in stappen van 10 is het nu blijkbaar. In stappen van 5, sorry. Highlights, shadows. Dan zie je highlights, als ik naar beneden haal, dan zie je dat die uitgevreten stukken gecorrigeerd worden. Shadows is het omgekeerde, dat is al die de donkere stukken, dus zoals... Dan haal ik daar meer detail uit. Maar dit is niet meer realistisch natuurlijk. Hè. Het is natuurlijk naar eigen goesting in te vullen allemaal. Die highlights dan mocht wel. De whites en de blacks. Als je de shift ingedrukt houdt en je dubbelklikt erop. Dan gaat hij zelf proberen een technisch correcte waarde gaan toepassen. Dus dan zie je dat hij die whites heeft hem al volledig weggetrokken. Om die hoge lichten hier weg te krijgen. Hè. En de blacks heeft hem minimaal aangepast. Dat is denk ik voor de basic tab het voornaamste. Dus uw belichting, uw highlights, shadows, witte en zwarte aanpassen. Als je dan een black and white wilt. Dus hier heb je kleur. Kan je alle kleuren gaan filteren. Maar als je zwart-wit wilt, is dit een eenvoudige manier om naar zwart-wit te gaan. De omzetting naar black and white. Met die tab kan dat heel eenvoudig. Splittoning is ook al heel specifiek gebruiken. In detail is wel nog van belang. Bij detail ga je eigenlijk, dat gaat over verscherping. Als je, wat ik zelf meestal doe, is amount naar 70 verplaatsen. Dus opnieuw, ik kan als ik daarop dubbelklik, reset naar de default waarde, wat hier 25 is. Als ik dan die waarde geselecteerd hou, kan ik met de plus naar de 70 gaan. Amount zet ik op 70 en detail zet ik over het algemeen op. Van noise reduction zet ik detail. Je staat rond de 40. Zo. Dus het is zeker nodig omdat een rouwbestand is over het algemeen aan de wazige kant. Het is niet geoptimaliseerd voor weergave op scherm en dergelijke meer. Wat kun je hier nog? De lenscorrecties. Als je profiel enable, dan kan je op zoek gaan naar een bepaalde lens. In ons geval weten we dat we... Ja, zat er nu niet tussen. Maar als je bijvoorbeeld Adobe Nikon materiaal of zo gebruikt, dan zal die lens daar hoogstwaarschijnlijk wel bij staan. En dan kun je bepaalde correcties gaan toepassen. Nu sowieso die Fujifilm lens heeft te weinig correcties nodig.
effect is dan weer een beetje zoals op Instagram filters en dergelijke meer. Ik kan bijvoorbeeld hier amount of vignetting. Dan kan je vignetting gaan toepassen. Grain is in de zin van korrel van film. Gaan simuleren. Vind ik persoonlijk wel mooi. Camera calibration opnieuw is iets wat ik zelden gebruik. Maar dan nog binnen de ontwikkeling van de foto nog van belang. Laten we nu even teruggaan naar de foto die ik zelf al had. Dat was deze. Als ik daar een snapshot van maak. Dan komt hier een snapshot. Kan ik daar heel gemakkelijk naar teruggaan. Ondanks wat ik hier allemaal aan het aanpassen ben. Dus ondertussen stonden we hier, denk ik, hè, op een fel bewerkte foto. Nu, wat nog handig is als je een foto bewerkt, is de compositie, het uitknippen en dergelijke meer. Als je de R gebruikt, de R-toets op je keyboard, dan krijg je de mogelijkheid om je foto te gaan bijknippen. Ik ben nu gewoon om iets te doen, hè, ben ik nu wat aan het knippen. Ik zeg niet dat die foto beter wordt als ik hem zo uitknip. En dat is in principe is dat hetgeen dat hier mee overeenstemt met dit icoontje, het eerste icoontje en die tabbar hier. Naast kroppen kun je ook gaan rechtzetten met deze. Dan klik je hierop, ofwel verschuif je hier zelf, ofwel teken je hier. Als je dit toeltje neemt, kan je, laat ons zeggen dat dit een rechte lijn zou moeten zijn. En dan plaats je die recht aan de hand daarvan. Als je die tab sluit, wordt alles toegepast op je foto. Nog handig zijn hier de cloning. Dat is dus de volgende optie. Cloning waarmee dat je stofjes kan en andere onvolmaaktheden uit je foto kunt gaan verwijderen. Nu, dit is een digitale opname, dus daar zitten niet zoveel stofjes in. Maar laat ons zeggen dat dit hier, dit is geen stof, hè, maar laat ons zeggen dat dat nu wel stof is en dat we dat gemakkelijk willen wegwerken. Dus hier die dingetjes, die twee. Met scrollen maak je het vlak waarmee de stempel maak je groter en kleiner door te scrollen. Of door hier de size aan te passen. Maar zelf vind ik met een Magic Mouse kan je gewoon met je vinger naar boven naar beneden. Past zich dat ook aan. En dan kan je hup. Nu gaat hem dat wegklonen en dan zie je dat hem van dit stukje hier neemt om daar te zetten. Om dat zo te gaan vervormen. Hetzelfde als ik hier klik, gaat hem dat proberen wegwerken door een stukje van daar te nemen. Als ik met mijn muis uit beeld ga, dan zie je het resultaat is niet echt perfect, kan beter. De tool overlay optie hier van onder. Als die op auto staat, dan gaat hij van het moment dat je cursor in beeld komt, tonen waar dat je je tool gebruikt hebt. En als je uit beeld gaat, die indicatie weghalen. Als je die op altijd aanzet, toont hij gewoon altijd. Als hij op nooit staat, toont hij gewoon nooit. Dat lijkt mij niet handig, maar goed. En selecten toont hij enkel als je enkel de op dat moment selecteerde aanpassing. Je ziet dat die muis, die pointer wijzigt in een handje. Dan kan je die optie selecteren. Of die aanpassing selecteren. Ik gebruik zelf auto. Dus dat gaat dan over retouchering van stofjes. Dan dit gebruik ik niet. Zijn rode ogencorrectie, dat spreekt voor zich. Een graduated filter. Laat ons terug met de Z-toets naar de volledige weergave gaan. Laat ons zeggen dat we, dat is meer bij landschappen. Hè, als de lucht donkerder in beeld. Dus laat ons zeggen dat dit allemaal de lucht is. Dan wil je bijvoorbeeld de lucht klein beetje donkerder in beeld hebben, dat er meer wolken en zo zichtbaar zijn. En zo ga je met die graduated filter ga je enkel een deel van je foto gaan de belichting aanpassen. Of de kleurtemperatuur of andere, of de scherpte en dergelijke meer. Vergelijkbaar aan die horizon, dus het volgende toeltje gebruik ik ook zo goed als nooit. Dat is de radiale filter, dat is in feite
Zoals dat je hier nu een gradient hebt in die richting, horizontaal of verticaal, heb je ook een ronde filter. En dan kun je, wel, een ellips, het hoeft geen ronde te zijn, dan kun je je aanpassing toepassen in die ellips. Ik denk dat we die nog van grootte kunnen veranderen. Oei. Ja. Zit dat een ellips is? Dus stel dat ik die uitlaat. Die dingen hier. Dan kan je exposure was het. Kijk, dan zie je dat je alles bewerkt radiaal ten opzichte van de cirkel die je getrokken hebt. De brush. Laat ons eerst die aanpassingen die we nu gedaan hebben even weghalen, want die slaan op niet veel. Hup, we gaan terug naar het snapshot. Dan die laatste tool hier in dat balkje hier van boven. Dus vergeet die dingen niet te sluiten. Dat is een brush eigenlijk ook. Ik kan die vergroten en verkleinen. Opnieuw met de muis naar boven naar beneden. En daarmee kan je in feite gaan, bijvoorbeeld, je kiest zelf. Die nieuw is gewoon, als je iets hebt toegepast, dan kan je door opnieuw te klikken, een nieuwe brush gaan toepassen. Terwijl als je, kijk, stel ik ben hier aan het verven. En ik verf hier verder. Dan blijft dat een en dezelfde werking. Als ik hier op dat bolletje ga staan, dan zie je in rood wat ik geschilderd heb. Maar dat blijft één bewerking. Als ik hier nieuw selecteer daarentegen, dan wordt dit nu, wat ik hier nu aan het schilderen ben, als een nieuwe bewerking. Zie je dat nieuwe bolletje, dat is die control. Ik kan dat vertepen, dat is een nieuwe bewerking. Dus dat is nut van deze nieuw toets. Nu voor de rest, hetgeen dat je schildert, dus daar kun je die bewerking op toepassen. Belichting aanpassen en dergelijke meer. Hier bijvoorbeeld zou het handig zijn om die belichting een klein beetje te corrigeren. Om die highlights daar een beetje uit te halen. Maar goed. Ik ben nu heel slordig aan het werken. En ook Automask. Die optie hier gaat voorzien dat hij automatisch, kijk, zie je, ga rekening houden met grote contrasten in uw beeld. En probeert daarop te filteren, daar niet over te gaan. Opnieuw hebben we er weer een zootje van gemaakt. Laten we teruggaan. Maar denk, qua bewerkingsopties in Lightroom zijn dat de belangrijkste. Dus naast de basic tab voor het instellen van de belichting, het detail voor het verscherpen, dat zijn twee belangrijke. Hebben we hier bovenaan nog een aantal tools voor retoucheren. En in de volgende video zal ik dan de laatste tab nog bespreken. De mogelijkheden voor het exporteren. En ik ga denk ik, omdat we in een sociaal, in een wereld vol sociale media leven, ga ik denk ik mij concentreren op de webtap. Dus tot in de volgende video. Bedankt voor jullie aandacht.